In het bijzonder gelet op de ernst van de feiten en het afschuwelijke, onherstelbare leed dat door verdachten is veroorzaakt en de hardnekkige recidive van verdachten acht het Hof een gevangenisstraf van 4 jaar passend en geboden. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de ernst van de gevolgen van dit ongeval, een baby die daarbij is overleden. En de andere factor die natuurlijk heel belangrijk was, was dat die man gewoon al ettelijke keren eerder was veroordeeld voor rijden onder invloed en toch gewoon door is gegaan. Het Hof zegt ook van ja, hardleers, regels aan de laars lappen, ja. En gewoon bewust, willens en wetens, toch met drank op weer achter het stuur kruipen. Ja, hij was zelfs voordat hij in de auto stapte nog gewaarschuwd door mensen in het café. Die vonden het onverstandig dat hij ging rijden. Maar een van de mensen heeft ook gezegd dat hij eigenwijs toch in de auto is gestapt. De advocaat van de verdachte had het hoge beroep ingesteld omdat hij vond dat de reconstructie van het ongeluk op een verkeerde manier was beoordeeld. Nou kijk, het Hof heeft die reconstructie maar beperkt gebruikt. Alleen maar om te kijken of vanwege het licht en dergelijke die man met zijn kind in de kinderwagen zichtbaar was. En de conclusie was eigenlijk dat dat gewoon wel het geval was. Hij heeft gewoon die man met de kinderwagen en het babytje kunnen zien en moeten zien. Uiteindelijk is hij doorgereden naar huis. Hij had gemerkt dat hij wat had geraakt. Hij is doorgereden, heeft zich later gemeld. Het Openbaar Ministerie rekent hem dat ook heel zwaar aan. Hè? Dat hij niet zichzelf direct heeft gemeld na het ongeluk. Ja, dat was hem ook nog te lasten gelegd. Maar het Hof heeft hem daar niet voor veroordeeld. Omdat hij zich wel binnen 12 uur gemeld had bij de politie. En het ook niet vaststaat voor het Hof dat hij op dat moment al wist of moest vermoeden dat hij een persoon had geraakt. Hij had wel een klap gehoord, maar dat zou ook een voorwerp alleen kunnen zijn. Na 4 jaar gevangenisstraf, 10 jaar rijontzegging, maar meneer had nog een straf openstaan. Dus daar komt nog 2 jaar rijontzegging bij. Ja. Is het ook in theorie mogelijk dat je deze meneer nooit meer zijn rijbewijs teruggeeft? Nou, voor ons zitten er gewoon maximum straffen. Dus er zit een maximum termijn aan het ontzeggen van de rijbevoegdheid. Wat wel zou kunnen is dat het CBR zegt van nou, we gaan kijken of deze man nog wel een geldig rijbewijs moet hebben. En dat ze dus zijn rijbewijs ongeldig verklaren. En dan zal die dat, als die dat terug wil hebben, via een bepaalde procedure moeten terugkrijgen. En dan wordt er allerlei onderzoek verricht, onder andere met een psychiater.